De minister is hier vandaag om het Centrum voor Precisietechniek Oost-Nederland te openen. Wat is er zo bijzonder aan deze opleidingen die hier worden gegeven? Nou, je ziet dat er in Twente bij heel veel bedrijven, een stuk of 25 hebben we dat gevraagd, hebben we overleg mee gehad, heel veel behoefte was aan verspaningstechnoloog niveau 4 noemen wij dat. En aan instrument maken. En dat zijn mensen die instrumenten maken die jij en ik niet kunnen bedenken. Maar waar wel behoefte aan is, bijvoorbeeld op een universiteit. Minister van Engelshoven, u heeft net twee nieuwe technische opleidingen geopend. Goede besteding van onderwijsgeld? Volgens mij een hele goede besteding. Zeker als ik hoor dat eigenlijk alle leerlingen die hier aan een opleiding beginnen, verzekerd zijn van een baan. En wat je hier ziet bij deze opleiding is dat het een hele goede samenwerking is tussen de opleidingen, de overheden en de regio. Nou, we gaan het komend najaar gezamenlijk praten over een nieuwe bekostigingssystematiek voor alle universiteiten. En wat we over de hele breedte zien is dat er een knelpunt ligt voor de technische universiteiten. En ik heb de gezamenlijke universiteiten gevraagd van help mij om dat op te lossen. En volgens mij gaan we daar uitkomen. U moet voor deze opleidingen toch weer geld ophalen bij de provincie. En bij het bedrijfsleven, had u niet liever gehad dat de minister daar met geld over de brug kwam? Ja, kijk, het liefste willen we natuurlijk dat die minister daar ook geld bij legt. Maar je moet ook reëel zijn. Het is een wens van het bedrijfsleven. Dus die brengen geld mee. We willen het als regio. Dus dat de regio en de provincie geld meebrengt, is ook hartstikke mooi. En we hebben net een bestuursakkoord gesloten met die minister. Waarbij we meer ruimte krijgen om als regio, als regionaal ROC, te bepalen wat we willen en wat we willen gaan doen samen met de bedrijven in de regio en met maatschappelijke organisaties en met gemeenten. Dit mbo in de techniek gaat heel erg goed, maar ze hebben wel een probleem als het gaat om de instroom. Er zijn te weinig jongeren die in het vmbo kiezen voor goede technische opleidingen. Heel veel van die opleidingen kunnen ook wel een vernieuwingsimpuls gebruiken. Hè? De mooie opleiding die we hier zien, die heb je nog veel minder op vmbo niveau. En daar gaan we in investeren, zodat die aansluiting met het mbo echt beter wordt. En er meer jongeren kiezen voor techniek. Want die hebben we echt hard nodig. Werkgevers staan echt te springen om die jongeren met een goede technische opleiding.